We weten allemaal dat asielen tegelijk gelukkige en droevige plaatsen zijn. Voor sommige mensen zijn het de plaatsen waar ze voorgoed afscheid nemen van hun huisdieren. Andere mensen vinden er een nieuwe aanwinst voor hun familie. Meestal zijn de medewerkers van asielen gewend aan mensen die binnenkomen en jonge huisdieren adopteren. Maar zo nu en dan krijgen ze iemand die binnenkomt en vraagt om een ouder dier. Wanneer dit soort liefdadigheid plaatsvindt, ontroert het altijd de medewerkers van het asiel. Het zonnige Californië is een plaats die meestal gevuld is met geluk. We zien de prachtige Hollywood Hills boordevol zonneschijn. Er zijn mensen die hun liefdevolle hondjes uitlaten en mensen die samen met hun huisdieren luieren in de zon. Californië is een plaats van hoop, geluk en waar dromen uitkomen. In Californië zijn er een heleboel dierenasiels met honderden dieren. Het is spijtig, maar veel mensen kopen een huisdier als een nieuwigheidje en staan ze daarna af als ze Californië verlaten of als ze besluiten dat hun huisdier niet meer trendy is. De dierenasielen zitten vol en er komen elke dag nieuwe dieren bij. Onlangs was er een dierenasiel in Californië, Front Street Shelter, waar de medewerkers een vrouw binnenlieten met de vraag welke hun oudste en lastigste hond om te adopteren was. Dit was een heel wonderlijk verzoek, want de meeste mensen zijn op zoek naar het schattigste dier dat ze kunnen vinden en meestal het kleinste. Een beetje verrast haalden de medewerkers hun oudste hond tevoorschijn voor een kennismaking. Het hondje was er al een hele tijd, maar dat verbaasde de medewerkers niet. Ze wisten toen hij binnenkwam dat het moeilijk zou zijn iemand te vinden die hem zou willen adopteren. Het maakte hen een beetje verdrietig, want ze wisten dat het een goede hond was die een goed thuis verdient. Maar, om wat voor reden dan ook, besloot zijn baasje dat hij niet thuis kon blijven. Er was weinig informatie over de hond. Ze wisten niet waarom hij was afgestaan en of dat hij meerdere baasjes heeft gehad. Dit was de spijtige situatie waarin veel honden terechtkwamen. Ze waren vaak in de steek gelaten door eigenaars die er niet genoeg om gaven hun verhaal te vertellen of zich er te erg voor schaamden. Het personeel van het asiel deed zijn best om zelf tot een conclusie te komen, maar dat was moeilijk omwille van de meerdere scenario's die mogelijk waren. De vrouw, Melanie Andrews, werd vervolgens aan Jake voorgesteld. Het enige wat ze wisten was dat Jake een zwerfhond was voor hij werd opgepikt en naar het asiel werd gebracht. Gezien zijn leeftijd konden ze vermoeden dat Jake niet zijn hele leven op straat had rondgelopen. Hij was al een senior en hij had problemen met zijn huid en gebit en bovendien had hij kanker. Ondanks dat het een prachtige hond was, werd hij herhaaldelijk doorgegeven vanwege zijn vele kwalen. Het asiel was afhankelijk van giften en de medische kosten van Jake waren vrij hoog. Ondanks het feit dat de dierenarts zijn korting gaf, stapelde de rekening zich toch nog aardig op. Het dierenasiel streefde ernaar zoveel mogelijk honden, katten en andere soorten dieren te helpen, maar dieren als Jake beperkten hun mogelijkheden om voor andere dieren te zorgen, vooral financieel. Het was een treurige situatie, dus de medewerkers waren dolblij toen ze het verzoek van Melanie hoorden. Terwijl ze Melanie en Jake in het asiel zagen spelen, werd het duidelijk dat de vrouw verliefd op de hond werd. Melanie bleef en speelde een paar uur met Jake voor ze besloot hem mee naar huis te nemen. Er moest natuurlijk papierwerk afgehandeld worden, want asielen hadden een procedure over wie een dier mee naar huis mag nemen. Ze moesten er zeker van zijn dat het dier naar een goed thuis zou gaan en goed verzorgd zou worden. Toen Melanie de papieren invulde, was iedereen echter zeker van de match. Het was duidelijk dat het paar een match made in heaven bleek te zijn en het Front Street Shelter kon het niet laten het schattige verhaal op hun Facebook te delen. Hun Facebookpagina had een behoorlijk aantal volgers en zo kregen ze vaak de gelegenheid om donaties te werven en om hulp te vragen. Ze plaatsten ook foto's van de dieren in hun opvangcentrum en zo vonden de dieren soms een nieuw thuis. Op hun pagina postte Front Street Shelter: deze vriendelijke vrouw liep ons asiel binnen en vroeg wie de oudste, lastigste hond was om te adopteren. Dus stelden we haar voor aan Jake. Jake is al heel lang bij ons, is een senior en heeft naast huidproblemen ook kanker. Iedereen liep tot nu toe aan hem voorbij. Ze hadden al eerder verhalen en foto's van Jake gedeeld in de hoop dat hij misschien zijn definitieve thuis zou vinden. Maar terwijl veel van hun andere berichten meerdere likes en shares kregen, werd het duidelijk dat Jake geen succes had. Hoewel een paar mensen opmerkingen maakten en zeiden dat hij schattig was of foto's deelden van hun honden die ongeveer even oud waren, was er niemand die zich aanbood om Jake te adopteren zoals dat bij andere puppy's in het asiel wel gebeurde. Het bericht ging verder met: maar Melanie kwam niet alleen naar het asiel om een geweldige hond te vinden, maar ook om een leven te redden en onvoorwaardelijke liefde te geven aan een hond in nood. Zoals je ziet is het een match made in heaven.
help ons alsjeblieft Melanie te bedanken. Mensen zoals zij zijn onze helden. Melanie nam Jake mee naar huis zodra het asiel haar goedkeurde en ze had niet verwacht dat ze een online sensatie zou worden. Ze dacht dat ze gewoon een hond vond die haar zielsverwant werd, maar het bleek dat de hele wereld haar toejuichte. Melanie dacht dat ze naar huis zou gaan om een rustig leven te leiden met Jake. Ze had niet verwacht dat sites als Today.com haar zouden bellen en om een interview vragen. Eerst begreep ze niet waarom iemand geïnteresseerd zou zijn in haar verhaal. Ze was tenslotte maar een mens die een nieuwe hond was gaan halen. Ze hield van Jake zoals hij was en ze wilde niet de indruk wekken dat ze dit deed om aandacht te krijgen. Ze had speciale redenen om een hond als deze te adopteren en wist niet zeker of ze haar verhaal wel aan de hele wereld wilde vertellen. Maar na overleg met enkele van haar vrienden stemde ze toe haar verhaal te vertellen om andere honden zoals Jake te helpen. Ze wist dat er een groot probleem was met oudere honden die in een asiel achtergelaten worden en niet meer geadopteerd raken. Ze wilde dat geen enkele hond dat moest meemaken. Het was immers niet hun schuld dat ze op zo'n gevorderde leeftijd in de steek gelaten werden. Het waren liefdevolle honden en ze kon zich niet voorstellen dat een hond als Jake alleen vanwege zijn hoge leeftijd achtergelaten zou worden. Tijdens een interview met Today.com verklaarde Melanie dat haar motivatie voor het asielbezoek het gevolg was van een heel moeilijk jaar in haar persoonlijke leven. Ze verloor haar partner een jaar eerder en niet veel later ook haar hond. Dit was het droevigste jaar in haar leven en het moeilijkste. Melanie wist dat ze een nieuwe vriend nodig had, maar ze wilde voornamelijk een hond kiezen die het echt nodig had. Ze wilde een nieuwe vriend die het zou begrijpen. Daarom koos ze specifiek voor een hond die vaak vergeten werd. En het toeval wilde dat het Jake was. Sinds zijn adoptie is het leven van Jake helemaal veranderd. Hij was opeens geen senior hond meer die door veel mensen genegeerd werd. Hij hoefde zich niet langer in een asielkooi op te krullen, treurig kijkend of zich verwaarloosd voelend. Nu geniet hij van korte wandelingen door zijn buurt met Melanie. Hij is een vrolijke hond die eruit ziet alsof hij nooit verdriet of pijn gekend heeft. Hij houdt er ook van zijn buurhond te plagen door een gat dat in de omheining zit. Als hij de hond van de buurman niet aan het plagen is, geniet hij ervan om met Melanie in zijn favoriete vliesdeken te kruipen. Hij is schattig en erg gelukkig in zijn nieuwe huis. En de nieuwe woonsituatie is gewoon perfect voor Melanie, die er alles aan doet om het leven van Jake zo heerlijk en comfortabel mogelijk te maken voor zo lang mogelijk. Toen Melanie vorig jaar alleen achterbleef, voelde ze zich ontzettend verdrietig, alsof ze nooit meer de oude zou worden. Ze wilde eerst geen hond, omdat ze dacht dat die nooit het gat in haar hart zou kunnen vullen. Maar hoe langer Jake in haar leven was, hoe meer het duidelijk werd dat zij die andere aanwezigheid in haar leven echt nodig had. Ze was ook dolblij met de reacties die ze kreeg vanuit de hele wereld. Ze had niet gedacht dat haar interview een succes zou worden, maar ze had ook niet gedacht dat iemand geïnteresseerd zou zijn in een interview met haar. Het bleek echter al snel dat er net als zij veel gelijkgestemden in de wereld waren. Ze begon berichten vanuit de hele wereld te ontvangen, waarin ze vertelde hoe ze door haar geïnspireerd waren of hoe ze een senior hond hadden en dat die hond het beste voor hun gezin was. Het was hartverwarmend en Melanie begon gedachten met hen uit te wisselen. Het was echt niet haar bedoeling inspirerend te zijn of een held uit te hangen, maar door het gat in haar hart te vullen had ze dat ook gedaan bij vele anderen. Het verhaal van Jake en Melanie inspireerde andere dierenliefhebbers. Er waren er zelfs die een senior dier adopteerden. Vandaag zijn Melanie en Jake gelukkig samen. Regelmatig krijgt ze aanvragen voor een interview en haar gevoelens veranderen nooit. Ze vertelt altijd hetzelfde verhaal en zegt dat ze nog gelukkiger is met Jake dan de dag ervoor. Ze heeft nooit spijt gehad van haar keuze om hem te adopteren. Ze houdt haar nieuwe Facebook-fans op de hoogte met foto's en video's van Jake die een gelukkige hond is. Ze deelt foto's van hem opgekruld of vrolijk rennend door een veld of spelend met andere honden. Jake heeft sinds zijn eerste adoptie een behoorlijke aanhang gekregen en het lijkt erop dat hij dol is op de camera. Hij lijkt bijna te glimlachen, maar dat is misschien niet verwonderlijk gezien het schitterende leven dat Jake nu leidt. Melanie zegt dat ze haar zielsverwant gevonden heeft, maar Jake blijkbaar ook. Ze zijn echt een match made in heaven. Deze onzelfzuchtige vrouw verdient ongetwijfeld een applaus voor haar liefdadigheid. Laten we allemaal onthouden hoe belangrijk het is om oudere dieren te adopteren. Als je een inspirerend verhaal hebt over het liefhebben van een atypisch of senior dier, aarzel dan niet om het met ons te delen. Je weet nooit wanneer jouw inspirerende verhaal onze volgende video wordt.